666 Gaming. Geef hen een hartelijk applaus. De verdeling van de prijzen voor GoPro was zeer top-heavy. We hebben een professionele website die wordt gebouwd door allwebsites.be en daardoor hebben we als derde prijs heeft SteelSeries een 4HD muismat gesponsord voor iedereen. Derde plaats is het GoPro toernooi voor Counter-Strike Source. Nog een applaus voor 666 Gaming. Even nog een kleine vraag. Jullie hebben gekozen om deel te nemen aan de GoPro, niet aan de Pro. Hadden jullie kans gehad in de Pro, denk je? Nee. Zijn jullie pure fullspelers of hebben jullie de ambitie om het te maken als professionele gamers? Een beetje 50-50. Een beetje 50-50, dus 2,5 mensen wel en 2,5 mensen niet. Ja, in elk geval. Gefeliciteerd en hopelijk tot een volgende. So rocker, I rock the show. Op de tweede plaats geëindigd in ons GoPro toernooi. Geef een applaus voor Team Visualize. Zij winnen 9HD mousepads van de SteelSeries. Dat zijn mousepads die vanuit hetzelfde materiaal als de 4HD gemaakt zijn, maar gewoon nog iets groter. Wat zij daar nog bij krijgen is 3 maanden game server en 6 maanden voice server van onze partner BE Servers. Zo'n voice servers zijn natuurlijk noodzakelijk om vlotte communicatie te kunnen doen. Ik weet niet, staan ze goed voor de foto, achteruit of vooruit? Ja, dat is oké. Team Visualize, dames en heren. Voilà. SteelSeries gelooft, dankjewel. SteelSeries gelooft heel sterk in mensen die het willen maken als professionele gamers, vooral omdat zij professioneel gamingmateriaal geven. De eerste plaats, een heel dik pakket. 5 van deze 5 VH2 headsets, 5 Xi professionele muizen, 5 9HD mousepads. En dan van onze andere partners ook 3 maanden voice server, 6 maanden game server en de eigenlijke hoofdprijs van het GoPro toernooi is een professionele website ter waarde van €2.500 die wordt gebouwd door onze partner AllWebsites. Jullie gaan met hem kunnen overleggen wat jullie precies willen, zodanig dat jullie echt als professioneel team naar voren kunnen komen. En de winnaar van de GoPro competitie is... We Got Game Bitches. Ik heb het niet verzonnen, geef hem een hartelijk applaus. Beginnen. Ben jij wat de klantleader? Als marketing-expert moet ik even zeggen dat jullie teamnaam problemen vormt voor wij de media-coverage te krijgen. Maar waar komt de naam? Ik weet niet. Kajo zei 3 dagen geleden dat ik moest komen spelen en ik heb gewoon een naam gezond. En jullie hebben dit toernooi gewonnen. Zijn jullie blij voor de opdeling? Want waarschijnlijk in het professionele toernooi hadden jullie nooit kans gemaakt op zo'n mooie prijs. Zeker, hoe helder. Maar ja, wel. De persoon die kwam mee, dus gewoon GoPro. Voilà. En jullie ambities als gamers, zijn jullie er echt veel mee bezig? En willen jullie echt het maken als pro-gamers? Waar? Ik heb al een jaar niet meer gespeeld, dus ik denk dat ik het wel handig kan doen. Maar, ja, vroeger was ik daar veel mee bezig. Ik ben echt blij met de prijzen, het is een echt mooie prijs. Oké, kijken jullie uit naar de gloednieuwe website die voor jullie team zal worden gemaakt? Ja, zeker. Dat is echt een mooie prijs, bedankt. Oké, geweldig. Geef een hartelijk applaus de verdiende winnaar, We Got Game Bitches. Ik heb het daar nog bij voor de...